De boodschap, lieve mensen, op TikTok en op social media is ga naar jezuskomtspoedig.nl en kom achter de waarheid over wat er werkelijk in de wereld op dit moment aan de hand is. Kanker op kanker. Hoi, jij bent gek. Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag in Den Haag met de vragen. Ze is een 10. Maar puntje. Bedankt voor het kijken. Nee, grapje. Nou, laten we beginnen met jullie namen, heren. Mijn naam is Jelle. Mijn naam is Roy. Roy en Jelle. Aangenaam, Jomie. Nou, de eerste vraag is eigenlijk vrij simpel. Ze is een 10, maar ze gaat alleen om met jongens. Dat is wel een 5, man, voor mij. 5. Ja? Ja, man. Hij is jaloers. Waarom? Ja, ik ben jaloers, man. Dat is alleen voor mij, ja, toch? Ja, man. Alleen voor jou? Ga met meisjes om, beste. Als ze echt een 10 is, is een 7,5. Ja, 7,5 gewoon, ja. Maar broer, je bent een man, hè? Ja. Jij gaat mij niet vertellen. Kijk, het zijn niet jouw vrienden, hè? Het zijn gewoon mannen die ze kent, ja. Maar voor jou. Ja, zou je nog steeds? Ja, als ze echt voor jou kiezen, kiezen ze echt voor jou. Gewoon zelfverzekerd blijven en dan 7,5 is prima. Zijn zelfverzekerdheid is fucking hoog, broer. Ja, ik ben deze kant, man. Ja, ja. Ik ben deze kant. Man. Ze is een 10, maar ze is sterker dan jij. Ja. 7. Als ze een 10 is, 7. Ja. 7. Vind je niet erg een beetje... Ik kan naar de gym gaan toch? Ik kan altijd weer sterker worden. Progress, man. Progress. Oké, netjes, man. Netjes. En jij? Ja, ik zou dat niet kunnen hebben, man. Nee. Okay. Nee. Hij zal het... Een sessie. Mag ik beginnen met jullie namen? Hoe heet je? Bartman. Lino. Bartman Lino. Nou, aangenaam. Jomie. Nou, de eerste vraag die ik voor jullie heb is... Ze is een 10, maar ze gaat om met jongens. Maar alleen gewoon. Alleen maar met jongens. Gaat het wat ver? Ja. 5. Alleen maar jongens. 5. Oké, en voor jou? Ja, noem maar 6. 6. 6. 6. Het is nog wel. Oké. Maar waarom mijn 5 voor jou? Ik bedoel, als het alleen maar jongens omgaat. Ik heb daar slechte ervaringen mee. Slechte ervaringen. Relatie, ex. Ja, man. Ja. Te veel jongens, man. Te veel jongens. Ik wil zeggen beschrijf, maar zal ik je dat aandoen? Nee, dat aandoen, man. Let's start with your names. My name, Ayoub. Hamiti. Hamiti? Yeah. Did I say it correct? Yeah. Hamiti and Ayoub. Yeah. Okay. Now, let's start with the first question. It's quite a simple question. She's a 10, but she only goes out with boys. She's a 10 and she only goes out with boys. There are a lot of tens and they go they go out with a lot of boys. She only goes out with boys, so she only hangs out with boys. So I should find out who is that person or okay, she's a 10, but she does an horse riding. She does a horse riding? Yeah. Horse riding. Oh bro, it's too much. Hey, Beyonce. I would not Oh, the single ladies. Het 666 komt eraan. Is dat er niet al? Dat is er al. Maar officieel gaat dat pas van kracht op het moment dat het boek Openbaringen echt gaat spelen. Hoi, goeiedag heren. Hey, mag ik beginnen met, wat is jouw naam? Diamond, man. Redon Tagi. Redonta en Diamond. Ah, fuck up, bro. Nee, geen Redon. Gewoon Ayoub. Ayoub. Ik geloof er niks van, Diamond. Ik ben Diamond. Man. Nee, maar ik zweer het je, ken je Diamond? Ik wil je idee zo zien, bro. Nee, ik zweer het je, ik wil je idee zo zien. Hij laat zijn idee zo zien. Check die shit. Oké, eerste vraag is, ze is een 10, maar ze gaat alleen om met jongens. Gelijk 4. Wordt hem niet. Gelijk 4? Gelijk. Ook als het vrienden van jou zijn? Ook gelijk. Ook als het vrienden? Vrienden is het erger, bro. Oh. Je gaat toch niet met Chicky van Yo Matty of zo? Dat is toch niet lauw? Oké. Man with attitudes hier zo. Oké, let's go. Volgende vraag. Ze is een 10, maar ze zit op paardrijden. Nee. Kijk, dat accepteer ik wel, bro. Sport maakt niet uit, maar... Ja. Kijk. Zijn hoofd gaat ergens heen. Wat denk jij aan? Luister. Als die chickie zegt, ik zit op paardrijden. Het eerste wat ik ga vragen, is dat een sport of niet? Ze zegt sowieso ja. Ze is een 10, maar ze is sterker dan jij. Oh, broer. Wie kijk, wie gaat doen? Zij mij of ik haar? Broer. Dat kan toch niet sterker? Je bent bezig met die dirty en zij pakt jou gewoon op. Hoi, jij bent gek.
Jij bent gek. Nee, jij bent gek. No. No? Nee, man. Nee? Nee, man. Zou je dat niet lekker vinden? Nee, man. Nee. Jammer, joh. Ik hey, hey, Harm, wedstrijd. Harm, kom. Harm, kijk. Hey, heren. Hier is Harm, man. De Fatou, man. Oké, pak Harm. Wat is jouw naam? Harm. Mootje, man. Mootje. Heb je een blootje gerookt of zo, bro? Je bent zo lekker tranquilo, man. Tranquilo. Kijk, de swag. Deze man is helemaal stoked, man. Nee, ik ben gek. Ik ben gestoken. Hij is aan, hè? Harm, toch? Ja, toch. Oké. Hoe? Harun. Oh, Harun. Ja. Ik verstond Harm. Ik ben gewoon Nederlandse naam aan het spreken, man. Ben Harun. Ze is een 10. Maar ze gaat alleen om met jongens. Wat zei je? Ze is een 10. Ja. Maar ze gaat alleen om met jongens. Ga kanker op kanker ermee. Goh, op kanker. Ja, okay. Wat ik heb, dan hem je. Ze is een 10, maar ze zit op paardrijden. Ze is een 10, maar ze zit op paardrijden. Ja, ze mag haar paardrijden, ze neemt bij mij en neemt zich heel streed. Oké, okay, pak hem. Hé, nu snap ik hem. Laatste. Hopelijk de sterkste. Ze is een 10, maar ze is sterker dan jij. Dat kan niet, dat bestaat niet. Zeg wat je wil, dat bestaat niet. Dat kan niet, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, tilt ze op, joh. Djoekje kan neer, hè, Dave. Djoekje gelijk. Ja, broer, wat is er? Mag ik met jullie namen beginnen? Tuurlijk. Mijn naam is Ojani. Mijn naam is Ismo. Ismo en Ojani. Zegt dat goed? Ja. Helemaal top, man. Laten we beginnen. Nou, de eerste vraag is, ze is een 10. Maar ze gaat alleen om met jongens. Een 0 gewoon. Dat kan niet, dat kan gewoon niet. Oké. Okay. Ja, leg uit, waarom? Want dan eigenlijk, als ze alleen met jongens omgaat, dan. Voor wat heeft ze dan met jou? Als ze met alleen maar jongens omgaat. Zou jij niet bevriend kunnen zijn met een meisje? Ja, maar als ze alleen met jongens omging, dan is het toch anders. Dan is ze ook een jongen, zeg ik eerlijk. We geven hem een punt daarin, broer. Volgende vraag. Ze is een 10, maar ze zit op paardrijden. Gewoon een 10, dat maakt niks uit. Ja, maar ik zeg eerlijk, welk sport je doet, boeit me niet. Oké, nou, pakka bro. Deze guys zijn straight and simple, man. Straight to the point. Oké, laatste en de sterkste van al. Ze is een 10, maar ze is sterker dan jij. Sterker dan mij. Sterker dan jou. Gewoon, jullie gaan bijvoorbeeld het armpje drukken en zijn oontje gewoon. Niet zo'n klein beetje ook, maar gewoon echt gewoon schaamteloos. Nee, dat zijn we niet woorden. Dan is ze gewoon, eigenlijk gewoon de broek aan in de relatie gewoon. Deze, hier zo. Ze is een 10, maar ze zit op paardrijden. Dat is, ja. Hoe stoned ben jij, broer? Niet zo stoned. Wat heb je op? Niet veel. Kijk maar aan. Ja, niet veel. Je liegt. Lieve mensen, wil je commenten? Ziet hij er goed uit of niet? Hij ziet er goed uit. Stilo en wel. Swag en zo. Hij ziet die meisjes hier zo te versieren. Niet zo klein beetje, maar gewoon, hij is gewoon aan. Aan. Fuck haar, broer. Jij gaat mij niet vertellen dat je nergens aan zit. Want you slow as a motherfucker, bro. Come on. Wat is dat? Ik ben Maradadon. Maradadon. Oké. Maradadon. Luister. Zeg mij na, hè. Elk. Wat drinkt een koe? Water. Lieve mensen, subscribe, like de video, want some fun is aan, bro.